Zover als dat je hem wil. Want dat is het patroon wat je dadelijk krijgt natuurlijk. Het bed aangekleed, opgemaakt. Ik heb deze top aan van Envy. De broek uit de shoplog ook van Opus met dat randje. En ik moet nog even schoenen uitzoeken. Welke gaan het worden? Ik vind rood met rood al te per se niet heel erg. Ja, soms doe ik het wel, maar soms vind ik het ook leuk om wat anders uit te zoeken. Wat ga ik doen? Ja, ik ga toch voor deze. Mijn kleine styliste heeft zichzelf ook aangekleed. Jij hebt de outfit uitgekozen? Ja, die had ik uitgekozen. Die hadden wij samen uitgekozen. Ah, je hebt samen. En ik heb deze uitgekozen. De rok en de sandaaltjes. En we gaan even wat leuks doen. We gaan het leukste doen. We gaan deze maken. Superbalken. Ja, stuiterbal. Ja. Ga je hem openmaken? Ja. Ja? Ik ben benieuwd. Wat zit er allemaal in? Ik heb het krammelbaar. Kijk, ik heb een roze, blauwe en groene. Om hem mee te maken. En hier moet je het dan in maken. Zit er ook iets van een boekje bij, hoe het moet? Moet je even erin kijken. Ik weet alleen maar dat hij 20 minuten moet wachten. Maar volgens mij moet het ook met water of zo. Eerst moet je hem dicht maken en dan moet je het erin doen. Ja, we maken de bal dus dicht. Dan de poeders die je kiest. Dan moeten we het 5 tot 10 minuten in water laten staan. En dan moeten we nog 10 minuten wachten voor we het openen. Ga je openmaken? Gaan we eerst het balletje maken. Poeders halen we hier zo. Die moeten we in een bakje trouwens doen. Nee, dat kan vanuit de zakjes. Oh, moet deze niet weg? Ja, die moet je dicht klemmen. Ja, is dicht. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we ook even een schaartje nodig hebben. Kijk, zo kunnen we hem kijken. Ja. Ik heb ze even zo neergezet, de poedertjes. Ik heb er hele kleine gaatjes in gemaakt. Dus je kiest een kleurtje. En dan schenk je dat heel voorzichtig daarin met het gaatje. Dat moet je echt wel voorzichtig doen. Zover als dat je hem wil. Want dat is het patroon wat je dadelijk krijgt natuurlijk. Zo. Ja, je moet dadelijk niet meer zo schudden, hè, want dan gaan ze allemaal door elkaar. Maar dat is juist mooi. Ja? Ja. Dan wordt het denk ik gewoon een bruine massieve bal, ik weet het niet. Je kan kijken of je randjes wil of laagjes of... Nog een beetje blauw. En dan helemaal roze. En als het goed is, kan je met deze verpakking 3 keer een bal maken. Dus ik ben benieuwd. En dan alleen maar roze nog. Ja, gaat dat goed? Dan moet hij wel tot dat rondje gevuld. Mag ik even kijken hoe ver je nu bent? Kijken. Nou, hij moet nog wel een stukje verder, want hij moet precies tot de bovenkant natuurlijk van de bal. En niet het tuitje. Dan wordt het natuurlijk geen bal. Laten we nu eens kijken. Nee, dan moet daar, kijk, ijs. Ik weet niet of je dat ziet op de camera. Daar is die nog niet vol. Zal ik het laatste stukje dan even vullen? Ja. We zitten nog op de tafel, hè. Ja. Zullen we dat naar de grond doen? Nee, ik haal zo de stofzuiger wel even over de tafel heen. Kijk, nu lijkt het er iets uit te komen. Oh. Dan ga ik dat heel voorzichtig. Oh,
Nou, zo kan er nog wel een stukje bij. Ook roze? Nee, de, nee. Nee. Beetje blauw. Wil je hem vullen met blauw, het laatste? Ja. Ik ben speciaal. Gaat dit nou niet wel goed wegblijven? Ja, als het goed is. Ja, laat hem maar zo, dan schenk ik er wel bij, voorzichtig. Ja. Oh, is hij recht? Ja. Kom maar, ik help je wel even. Want als het eruit gaat, het poeder, dan gaat het allemaal een heel klein beetje uit. Oh, het wordt al gelijk. Het wordt al gelijk stuitbal. Het is al gelijk helemaal hard. Kijk of ik hem er. Hij past net niet helemaal in het glas eigenlijk. Ah, wat een gedoe. Nou, dat maakt eigenlijk niet meer zo uit nu. Want doen we even een. Zo, nu is hij onder water. En nu gaan we even wachten. We gaan hem eruit halen. Hij heeft lang genoeg erin gezeten. En dan moet hij daarna eerst nog drogen. Laat hem maar even uitlekken, daarboven. En dan kan je hem op het papiertje zetten. En dan gaan we weer 10 minuten wachten. Weer wachten. Kijk, je kan het wel al zien. Als ik het scherp krijg. Erin. Wow. Wow, dat ziet op de camera er echt mooi uit. Het lijkt ook een beetje eruit te komen, de gaatjes. Maar dat zien we zo wel. Nou, we zijn 10 minuten verder, dus zij gaat hem nu heel voorzichtig openmaken. En gaan we kijken wat het geworden is. Ik denk dat hij nog wel een beetje glibberig en nat is, maar... Oh. Oh my god. Dat is de buitenkant, kijk. Gaat hij eruit? Gaat hij niet eruit, hè? Nee. Dat hij uitgezet is. Oh, de bovenkant is plakkerig. En dat is voor weer. Hé, daar is die. Ik zal hem even aan het papiertje afvegen, want hij is zo slijmerig. Veeg hem maar even af. En dan wil ik hem heel graag zien. Kijk dan. Echt even lekker aanplakken. Ah. Ja, dan kunnen we ze ook schoonmaken. Ze gaat gelijk door met de tweede maken. De roze moet hierin. Wil je ze door elkaar? We hebben nu roze met blauw gemixt. En dan moet de groen op, toch? Doe maar groen er dan op om hem te vullen. Dat wilde je toch, paars groen. Hopen dat het dan ook paars wordt. Goed doe je in, schat. Je gaat ernaast. Je gooit het allemaal naast. We gaan deze stuitenbal nu ook openmaken. En dan hebben we daar nog zakjes voor precies nog één. Kijken. Is die paars? Ja, hij is wel paars geworden, hè? En ik hoop dat ik hem weer makkelijk uit kan krijgen. Ja, dan moeten we hem weer goed laten drogen. De andere was niet zo succes met het papier. En dan gaan ze ook boodschappen doen. En daarna gaan we de laatste maken. Aha! Moeilijk. Oh. Het is wel paars geworden. Is dat scherp? De laatste wil paars met nog een beetje groen. Kijk, hij is ook nog heel plakkerig. Dus hij moet laten maar op tafel liggen dan, want niet meer aan het papier. Daar hebben we van geleerd. Onderweg naar de supermarkt en mevrouw heeft de eigen boodschappentas bij zich. Leuk, we hebben mijn boodschappen net iets gevonden. En dat maakte ik vroeger thuis altijd bij mijn ouders. Deze jelly. Deze is echt heel lekker. En we hebben twee stuitenballen. Ja, en die gaan we dus even maken voor vanavond aan het eten. We hebben hier de bakjes met aardbei gevuld staan en dan gaan we de jello erbij. Jelly. Ja, jelly zo. Voorzichtig, want het is nog steeds wel echt heel heet. Die is voor mij. Rustig. We gaan ze allemaal even volmaken.
Dat is voor mij. Nou, evenveel, schat. Dan heb je al een aardig toetje. Deze mag nog wel wat. Zo. Hé, hey, hoe lekker ziet dit eruit? Lekker. En nu gaan ze snel de koelkast in en dan moeten ze 2 uur instaan. We hebben net gegeten en nu krijgen we iets heel leuks van Sarah. Kom je het zelf uitserveren? Wat een verrassing. Oh, het ziet er wel lekker uit, zeg. Ja, de pudding. Ja, jello. Jello. Kleine bediende, echt zo schattig. En voor papa. Oh, lekker zeg. En dan ook voor jezelf nog. Oh, ik vind het echt pudding geworden. Ja. Wees zo trots. Alleen met aardbeien. Ja. Oeh, dat moeten we gaan uittesten. Ja. Okay. Vind je hem goed gelukt als je hem zo ziet? Wat? Kijk, ik beweeg hem al. Niet doen. Hoe noemde mama het vroeger, weet je het nog? Nee. Flubberpudding. Ja? Is het een succes? Ja, lekker. Ga ik het ook van eten. Oh, maar erbij valt erop. Kijk of het lukt. Dus pak je een stuk pudding. Tanden op elkaar, hè? En slurpen. Ah, gaat vallen. Oh. Doe je tanden in slurpen. Het lukte echt niet, hè? Echt te grappig. Heb je er allemaal mini-stukjes in je mond? We hebben net tv gekeken en daarna ben ik in slaap gevallen. Dus ik ga nu mijn bed in, maar ik wil de vlog nog wel even afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Laat me natuurlijk wel even een duimpje achter. En als je nog niet geabonneerd bent, klik dan even op die knop hieronder. En dan zie ik je morgen.